serieus, man. Je zei ook gewoon aan, toch? Maar bro, hoe weet ik het echt niet? Groningen. Heb ik al gezegd. Wow. Ja, die heb ik al gezegd. Ik zei Ado. Je zei Ado, maar ik had niet door. Ik wilde in één keer door. Welkom bij de eerste aflevering van 20 Second Countdown. Met vandaag Jay Gorter en Kenneth Taylor. De regels zijn simpel. Elke speler heeft 20 seconden op de klok staan. Heb je een antwoord gegeven, dan tikt de tijd van de tegenstander weg tot het volgende antwoord. De spelers zijn zelf scheidsrechter. Denken ze een dubbel of een fout antwoord te horen, dan drukken ze op de toeter en verliest de ander de ronde. Bluffen kan dus ook. Oké, jongens, we doen een oefenrondje. Ja. Groente of fruit? Fruit. Fruit. Oké. Appel. Mandarijn. Peer. Banaan. Aardbei. Sinaasappel. Ananas. Druiven. Kom eens op. Kio. Blauwe bes. Passievrucht. Ah, ik snap het. Je snapt het. Ik snap het. Ronde 1. Teams die in de achtste finale zijn overgebleven van de Champions League of Eredivisie clubs? Eredivisie clubs dan? Ja. Let's go. Wie mag er beginnen van jullie? Jay. Ja. Ajax. PSV. Feyenoord. AZ. Go Eagles. Utrecht. Heerenveen. Heracles. Groningen. ADO. PEC Zwolle. ADO. Ik ben even serieus, man. Je zei ook gewoon ADO. Maar bro, hoe weet ik het echt niet? Groningen. Heb ik al gezegd. Wow. Ja, die heb ik al gezegd. Ik zei ADO. Je zei ADO, maar ik had niet door. Ik wilde in één keer door. Wat ging er nou fout, jongens? Hij zei ADO en ik had hem door. Ja, maar dat mag toch? Dat deed ik niet expres. Nee, maar je mag lopen kloten. Maar ik had de volgende club in mijn hoofd, dus ik ging door. Maar uiteindelijk pakte het nog goed uit ook. Teams die vanaf 1990 de Champions League hebben gewonnen, of vakken op de middelbare school? Vakken op de middelbare school doen? Ja, is goed, prima. Biologie. Gym. Aardrijkskunde. Wiskunde. Frans. Duits. Nederlands. Spaans. Wiskunde. Zo slecht dit. Hoezo ook zoveel over school en talen in dit programma, joh? Echt, daar moet je echt niet bij mij mee aankomen. Godverdorie. Ja. Nummers van André Hazes of snacks uit de snackbar? Ja, die mag ik kiezen. Hoezo nou? Snacks uit de snackbar? Oké, is goed. Ben je een beetje een snackbar mannetje? Jij wel dit. Op een vrij weekendje kan er wel snackeren hoor. Maar kom maar, let's go. Jij begint. Oké. Kaassoufflé. Bami schijf. Kroket. Frikandel. Berenklauw. Broodje hamburger. Hotdog. Patatje mayo. Patatje ketchup. Patatje oorlog. Kipkoren. Klassie schijf. Hij klikt gewoon. Hij klikt er gewoon. Wow, ik weet niks meer. Linksbenige spelers of nummers van André Hazes? Linksbenige spelers. Ja, daar ben ik het mee eens. Daar hebben wij het vaak over. Dus laten we die doen. Kenneth Taylor. Martinez. Eusiel. Messi. Bill. Oh mijn god. Oh, wat slecht. Heb jij Blind al? Deli Blind. Di Maria. Oh, wat slecht. Gewoon linksback niet opnoemen. Ederson. Alba. Ja, fuck. Jij bent een linksboot, dus ja, deze zou ik sowieso verliezen. Ja, je moet als je linksback. Ik zat even in ons team te kijken, maar we hebben niet zo ontiegelijk Dane, Martinez, Steven. Oh ja, Stevie is linksboot. Maar jullie hebben het dus best wel vaak over linksbenige spelers met elkaar. Toevallig gewoon opeens deze week het 2 keer over gehad. Ja, omdat het wel leuk is om naar linkspoot te kijken, omdat je ze niet veel hebt. Wie is wat jullie betreft de beste linkspoot die ooit heeft gevoetbald? Ja, voor mij heel duidelijk. Messi. Messi is wel buiten categorie, denk ik, wat wij hebben meegemaakt. Telen komt daarna ook, maar Messi was. Keukenkampioen divisie teams? Of spelers die nummer 10 hebben gedragen?
Zo, dan weet ik. Ja, daarom. Dan weet ik misschien twee of zo. Ik zou wel keukenkampioen in fysieke clubs willen, want dat is wel. Ja, is goed. Gaan we die? Dan mag je wel ADO zeggen. Let's go. Let's go. Begin ik? Ja, ik begin. ADO. Den Bosch. Jong Ajax. Emmen. Jong Utrecht. Jong PSV. VSV. Jong AZ. Volendam. Dordrecht. MVV. Helmond Sport. Eindhoven. Excelsior. NAC. Nee, dit meen je niet. Dit meen je niet. Oh. Heb je ook nog één hier? Nee. Hebben we alles al gehad? Yes. Ik wist ook niks meer. Volgens mij hebben jullie die club uit Velsen niet genoemd. Telstar. Almere City hebben jullie genoemd? Ja, Almere. Kenneth, je hebt dus gewonnen. Hoe ga je het vieren? Nou, trek gewoon een champi open zo. Nee. Of mag Jay je lunch opscheppen? Nee, was. We speelden gewoon voor de eer. Ah, gewoon toch? Gezellig met z'n tweeën. Gewoon gezellig. Soms is het ook wel eens leuk om gewoon voor de lol te spelen. Meens.